Hallo wetenschappers, mijn naam is Manon en ik ben museumdocent bij Rijksmuseum Boerhaven. In deze video gaan we samen een dokterstas maken. Doe je ook mee? We gaan het eerst even kort hebben over de geschiedenis van de dokterstas en over de dokterstas van nu. En daarna gaan we zelf aan de slag om een dokterstas te maken. De dokterstas die wij nu eigenlijk kennen werd pas aan het einde van de 19e eeuw gebruikt. Waarom? Omdat de artsen vanaf die tijd verschillende instrumenten met zich mee moesten dragen, zoals bijvoorbeeld een stethoscoop. Vanaf die tijd kwamen er dus ook verschillende instrumenten in de tas te liggen, die vandaag de dag ook nog worden gebruikt. De dokterstas wordt nog steeds door dokters gebruikt tijdens bijvoorbeeld een huisbezoek. Ook de tassen zien er nog steeds een beetje hetzelfde uit. En dat komt omdat deze tassen allemaal handige vakjes hebben, waardoor de dokter er van alles in kan doen. En van alles mee kan nemen naar zijn patiënt. Denk maar eens na, wat zou die dokter dan allemaal in die tas stoppen? Dokters van toen en nu namen dus van alles mee in hun dokterstas naar een patiënt om te controleren of ze ziek waren of eventueel behandeld moesten worden. Wat denk jij dat die dokters nodig hadden en hebben om een patiënt te behandelen? Ja, heel goed. Bijvoorbeeld een thermometer of een spuit, verband en pleisters. Er zijn heel veel spullen die een dokter mee kan nemen in zijn tas. Om goed voorbereid te zijn op bijvoorbeeld ziektes en het helpen van mensen in jouw omgeving, kunnen we ook zo'n dokterstas gaan maken waarin je allerlei verschillende spullen kan gaan verzamelen. Zoals bijvoorbeeld een thermometer, pleisters, verband, een stethoscoop, wattenschijfjes, wattenstaafjes. Echt van alles. Laten we maar gauw aan de slag gaan. Wat heb je allemaal nodig om een dokterstas te maken? Je hebt 4 verschillende kleuren papier nodig. Zwart, rood, wit en bruin of grijs. Je hebt nodig een schaar, een schoenendoos en touw en nog plakband of lijm en eventueel nog een potlood om mee te tekenen. Stap 1. Beplak de schoenendoos met bruin of grijs papier. Zorg ervoor dat je de deksel van de doos niet dichtplakt. Deze kunnen we straks nog gebruiken om te openen. Zet de schoenendoos op de zijkant om zo makkelijk de afmetingen over te nemen. Je zet dan met potlood een streep en knipt het daarna uit. Extra tip. Als je bepaalde stukken van de doos niet heel mooi gelukt vindt of hem juist extra wil versieren, dan kan je hiervoor het zwarte papier gebruiken. Ik vond de hoeken van mijn schoenendoos niet zo mooi en beplak deze daarom met zwarte details. Stap 2. Wanneer je alles met bruin of grijs papier hebt beplakt, pak je het witte papier erbij. Knip uit het witte papier een cirkel of een vierkant, wat jij mooi vindt. Stap 3. Teken nu een kruis op het rode papier met een potlood en knip het kruis uit. Stap 4. Plak nu het rode kruis op jouw witte cirkel of vierkant met lijm. Plak daarna het geheel op de voorkant van de doos. Dit is de deksel. Stap 5. We gaan nu een handvat maken voor de dokterstas. Zo kan je hem als een echte dokter meenemen aan je hand. Maak 2 gaatjes in de zijkant of bovenkant van de schoenendoos waar de doos open gaat. Zorg ervoor dat er minimaal 15 centimeter tussen beide gaten zitten. Pak nu het touw erbij en knip er ongeveer 30 centimeter van af. Steek het touw door het eerste gat. Open dan de deksel zodat je het uiteinde van het stukje touw ziet die door het gat aan de zijkant van de doos is gegaan. Maak hier een paar stevige knopen in. Doe hetzelfde bij het andere gat en knoop ook hier het uiteinde vast aan de binnenkant van de doos. Check of het hengsel stevig vast zit. Zo niet, knoop er dan nog extra knopen bij. Nu je dokterstas klaar is, kan je je eigen dokterspullen erin stoppen. Pak bijvoorbeeld wattenschijfjes, pleisters, medicijnen, een alcoholdoekje en je eigen stethoscoop erbij. Bekijk ons vorige filmpje om te zien hoe je deze stethoscoop kunt maken. Je dokterstas is nu helemaal klaar. Als die van jou ook is gelukt, deel hem dan op Facebook of Instagram onder de hashtag #ontdekwetenschap. Zo kunnen we elkaars dokterstassen bekijken. Als je het leuk vindt om te knutselen, zie ik je hopelijk de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Dag!